Dit is het Kidsweekjournaal van donderdag 12 november. Met gevaar voor koala's en een kijkje achter de schermen bij televisie. Maar we beginnen met alweer sneeuw in China. Let goed op, want na de mop van de dag stellen we je nog 3 quizvragen over dit journaal. Voor de 2e keer deze maand is China bedekt onder een dik pak sneeuw. Dat is vreemd, want vorig jaar sneeuwde het bijna helemaal niet in het land. De witte vlokken zorgen voor veel overlast. In Nederland vriest het nog niet en dus is er nog geen ijs of sneeuw. Maar in China wel, daar sneeuwt het flink. De inwoners zijn verbaasd, vorig jaar viel er in november bijna helemaal geen sneeuw. De temperatuur zakte in 1 dag maar liefst 9 graden. De sneeuw zorgde voor een dik pak van bijna 20 centimeter dik. Maar er viel niet alleen sneeuw, er kwam ook hagel uit de lucht en er was veel wind, wat zorgde voor overlast. In Europa lijkt het voorlopig nog niet te gaan sneeuwen. Ze zijn pluizig, sloom en zijn dol op eucalyptus. Wie? De koala's. Deze schattige buideldiertjes worden met uitsterven bedreigd. Vroeger waren er nog miljoenen, maar nu zijn er nog maar duizenden van de langzaam bewegende koala over. Well, our documents are basically saying it could be as low as 43,000 and no more than 80,000. And I personally believe it's down in that lower order. So I think 50,000 koalas may be all there is in Australia. De Australische regering doet niet veel aan dit probleem. Dierenliefhebbers vinden dat er snel actie ondernomen moet worden. Het grootste probleem is dat er steeds minder natuurgebieden in Australië zijn en de beestjes dus minder plek hebben om te wonen. En dan nu kort nieuws. Kinderen die op een leuke manier meer willen horen over hun oren, kunnen vanaf nu surfen naar www.geluidstuin.nl. Deze interactieve website is helemaal zo gek en staat vol games, testjes, voorlichtingsfilmpjes en informatieblokjes. We nemen nu een klein kijkje in de tuin. Gisteren vierden veel kinderen in het land Sint Maarten. Ze gingen zingend met een lampion in hun hand langs de deuren. Als bedankje voor het zingen kregen ze vaak snoep. Sint Maarten heeft echt geleefd. Hij was een man die goed was voor de arme mensen. Hij is overleden op 11 november. Die dag werd een verwendag voor de armen. Later werd het een kinderfeest. Ben jij gisteren ook de straat op geweest? Laat het ons weten en geef je reactie op de site. De paus brengt een heuse muziek-cd uit. Het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk zingt zelf een gebed op de cd die afgelopen dinsdag in de Italiaanse stad Rome werd gepresenteerd. Verder staat er op de cd ook nog koorgezang, andere gebeden en klassieke muziek. De opbrengst van de cd gaat naar een goed doel. Altijd al een kijkje willen nemen achter de schermen bij televisie? Dat kan met de Hollywood Tour in het Mediapark. Het Kidsweekjournaal was erbij. Met een treintje over het Mediapark, BN'ers spotten. Dat kan nu! Een hele maand lang kun je met het Hollywood-treintje meerijden dat je meeneemt in de wondere wereld van de televisie. Zo kom je in de studio van Carlo en Irene, mag je een kijkje nemen waar alle decors worden bewaard. Transie een compleet mobiele tribune. En kun je op de plek staan waar Pim Fortuyn werd vermoord. En misschien mag je ook nog wel uit een taart springen. Nou, dames en heren, hier is ze dan. Uw gastvrouw van vandaag! Het leukste om te zien vond ik Studio 22. Ja, de decors waren heel indrukwekkend. Leuk om te zien hoe dat allemaal opgeslagen staat. De tour is er natuurlijk om de mensen echt de magie van televisie te laten beleven. En dan nu de vraag van de dag. Het antwoord op de vraag van gisteren is tarantula. Dat is de grootste spin die er bestaat. De vraag van vandaag gaat over je gehoor. Weet jij hoe het vliesje in je oor heet dat gaat trillen bij geluid? Morgen hoor je het antwoord en hebben we weer een nieuwe vraag voor je. Tijd voor het weer. Oei oei oei, wat een regen vandaag. Trek je regenpak aan en hou je paraplu bij de hand. Het wordt ongeveer 12 graden. Morgen hetzelfde liedje. Het is regen wat de klok slaat en het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het voor vandaag. Heb jij goed opgelet tijdens dit journaal? Beantwoord dan na de mop van de dag de 3 quizvragen. Morgen zijn we er weer. Tot dan! We'll be right back.
Staan twee zakken van cement op de straat. Eén zegt bang dat het gaat regenen, de andere zegt niet zeuren, dat je hard valt.